Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Mijn naam is Daphne Muller. Op de Bewustzijnsschool geef ik les in de kracht van visualisatie. De ene keer gaan we een moodboard maken, de andere keer doen we een beeldvisualisatie, soms een schrijfvisualisatie. Kortom, visualisatie en de Law of Attraction staan centraal binnen deze lessen. Daarnaast werk ik bij Daphne Weet Raad als changemaker. Changemaker is in mijn ogen iemand die anderen helpt om hun potentieel te leven en die van binnen naar buiten leeft. Hoe ik dat doe? Door de inzet van visualisatie, dus jouw onderbewuste bewust maken, door het woord zegt het al, visueel te maken en door de Law of Attraction. Dat doe ik door middel van trainingen, workshops, 1-op-1 sessies, zowel voor bedrijven, scholen als particulieren. In deze podcast wil ik het hebben over hoe kom je nou bij jouw potentieel? Hoe weet je nou iets beter wie jij bent en wat je zou willen? Heel vaak als we het over potentieel hebben, bijvoorbeeld mijn why, mijn how en mijn what, dan gaan mensen zoeken om zich heen, in de buitenwereld, heel veel nadenken. Maar de kunst is juist om dat nadenken wat minder te doen en erop vertrouwen dat alle antwoorden in jou zitten. Als je niet weet wat je potentieel is, en daarmee bedoel ik je krachten, je talenten, je eigenaardigheden, je onderscheidend vermogen. Als je niet weet wat dat is, dan weet je niet hoe je jezelf blij kunt maken. En als je niet weet hoe je jezelf blij kunt maken, dan leef je niet bewust. Het resultaat is dat je waarschijnlijk vaak ontevreden bent en niet heel gelukkig. En dat hoe kan ik mezelf nou blij maken, dat heeft alles te maken met jouw onderbewuste. Hoe kom je daar nou? Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met jouw onderbewuste. Enerzijds vinden mensen dit vaak zweverig klinken, maar je hebt bewustzijn en onderbewustzijn. Dus of het nou zweverig is of niet, voor een ieder mens werkt het eigenlijk hetzelfde. Wat je zou kunnen doen is een training volgen, een workshop, een boek lezen, een 1-op-1 sessie. Maar zelf kan je al heel veel doen om dichter bij jouw potentieel te komen. Heel vaak als we willen veranderen, dan veranderen we de buitenkant. We willen een andere baan, een ander huis, onze relatie is niet oké. We willen alles veranderen behalve bij onszelf te raden te gaan. Om dichter bij jouw potentieel te komen is stap 1 eigenlijk dat je stilstaat bij de vraag, wat kan ik doen om mezelf blij te maken? Nee, dat hoeft niet heel groot te zijn. Een hele kleine vraag, bijvoorbeeld waar heb ik nu zin in, helpt jou al om dichter tot je kern te komen. Heb je bijvoorbeeld hobby's? Of luister je graag muziek? Ben je heel creatief, maar doe je daar de laatste tijd minder mee? Het is heel belangrijk om voldoende tijd in te plannen om te doen waar jij blij van wordt. Stap 1 begint al met het inzicht
dat jij dienstbaarder wil zijn in jouw potentieel en jezelf beter wil leren kennen. En daardoor al iets van eigen tijd in je agenda inplant om dichter bij jouw eigen kern te komen. De tweede vraag die je zelf kan stellen is: welke hobby's, gedragingen of dingen deed jij als kind? Was je graag alleen? Zat je op een bepaalde sport? Zijn er dingen die je als kind heel prettig vond die je nu niet meer deed? Ik heb bijvoorbeeld 10 jaar gedanst. En mijn dansen heb ik heel lang op een laag pitje gehad. Of daar maakte ik geen tijd voor. En sinds ik ben gaan dansen is eigenlijk ook het ondernemersidee geboren. En wat mensen vaak doen, of dat zie ik in mijn omgeving, is het best ingewikkeld maken. Wat is nou mijn why, mijn how en mijn what? En wat wil ik nu echt? Maar klein houden is de key. Dus heel simpel, is er een hobby, een activiteit of iets wat jou heel blij maakt, waar jou een hele periode geen tijd meer aan hebt besteed? Pak dat op. Hoe dat dus bij mij werkte, was doordat ik uiting gaf aan meditatie en dansen, dat ik steeds dichter bij mijn kern ging komen. Waarom? Omdat mijn lichaam, ziel en geest steeds meer in balans raakte. In alignment noemen ze dat ook wel. Wanneer je dat hebt ingepland in je agenda of erover na hebt gedacht, dan is de eerste stap op weg naar het ontdekken van jouw potentieel al gezet. Wat je ook zou kunnen doen, is bijvoorbeeld op je werk of aan vrienden of collega's vragen: als je aan mij denkt, wat zijn dan de kernwoorden die je op zou schrijven? Vaak zijn de dingen die wij zelf als vanzelfsprekend ervaren juist heel bijzonder en onderscheidend. Alleen omdat wij even vergeten zijn dat talenten of kwaliteiten zijn die andere mensen niet hebben, raken ze al heel gauw ondergesneeuwd. Dat is eigenlijk heel zonde, want door ons te vergelijken en heel veel in ons hoofd te zitten en met de buitenwereld bezig te zijn, vergeten we eigenlijk wat onze eigen echte kern is. Deze dingen zou je zelf al kunnen doen. Het is echt bewezen dat mediteren maakt dat jouw onderbewuste steeds meer naar de voorgrond komt. Wat je vast zal herkennen is als wij een probleem hebben, dat we dan heel hard gaan denken en nog meer nadenken. Dus die hersenspinsels worden alleen maar groter. Waar het nu eigenlijk echt om gaat, is dat we leren om vertrouwen te hebben dat de antwoorden, alle antwoorden zitten in ons, dat die naar buiten komen op de juiste tijd, op de juiste plaats en op het juiste moment. Mocht het zo zijn dat jij nu een probleem ervaart of iets waarvan je het idee hebt dat je er niet uitkomt, dan zou het je kunnen helpen om op te schrijven dat je vertrouwen hebt dat dit probleem voor jou wordt opgelost en dat het goed is zoals het nu is. Wat je daarmee doet, is je verplaatst eigenlijk de macht van je gedachten, van je bewuste, naar je onderbewuste. Hiermee zeg je tegen jezelf: onderbewuste, ik waardeer en accepteer dat jij er bent. En daarom geef ik jou nu de macht. Wat er vervolgens gebeurt, is dat jouw onderbewuste de ruimte krijgt en aan het werk gaat. Hoe vaker wij vertrouwen uitspreken over de dingen die wij niet weten, des te groter de kans dat je de dingen op een gegeven moment gewoon weet. Als ik naar mezelf kijk, om een voorbeeld te noemen, dan had ik altijd al een vooruitziende blik en ik wist dingen die andere mensen niet konden weten.
Bijvoorbeeld, ik zat met iemand op het terras en ik keek iemand aan en ik zei, jij wil heel graag actrice worden, hè? De tranen schoten haar in de ogen, want zij begreep niet hoe ik dat in één oogopslag kon zien. Dit begon overigens al toen ik 14 jaar was. Toen zat ik met een jongen op school en ik zei tegen hem, jij moet danser worden. En hij zegt, danser, ik heb nog helemaal nooit gedanst. Na 6 weken zeuren vanuit mijn kant is hij meegegaan naar dansen. En waar heeft hij nu zijn beroep van gemaakt? Hij is danser. Dit is een voorbeeld van mijn potentieel. Iets waarvan ik dacht dat iedereen het had. Sterker nog, ik begreep niet dat ik anderen altijd zo goed kon helpen bij een carrière switch of als iemand een probleem had, dat ik altijd precies wist waar het pijnpunt lag, hoe iets ging aflopen, wat het juiste advies was voor een bepaalde situatie en binnen no time iemands krachten en talenten kon lezen. Wat gebeurde er op het moment dat ik nog niet inzag dat dat mijn potentie was? Ik werd heel erg ontevreden in mijn vriendschapsrelaties en de mensen om mij heen. Want ik vond op dat moment dat ik meer in hen aan het investeren was dan zij in mij. Op dat moment wist ik dus niet dat dit blijkbaar een gave is, noemend een zesde zintuig, helderwetendheid, onvooruitziende blik, die andere mensen niet hebben. Hetzelfde heb ik bij bedrijven gehad, dat ik al wist hoe een afdeling er over een jaar uit zou zien. Anderen zagen dat nog niet. Ik presenteerde bijvoorbeeld een plan voor een nieuwe HR-afdeling. En op dat moment vergat ik anderen om mij heen mee te nemen in mijn denkwijze. Voor mij was het idee hoe de afdeling er over een jaar uit kwam te zien heel vanzelfsprekend. Voor alle andere mensen om mij heen niet. Dat veroorzaakte weerstand in het team en onbegrip. Ik wist nog steeds dat dit was hoe de afdeling eruit kwam te zien. Anderen, die zaten nog in hun eigen denkproces. En omdat niet iedereen een dergelijke vooruitziende blik of een weten hebt zoals ik dat heb, voelde ik me heel vaak onbegrepen en ik zag dit niet als kracht. Nu ik weet dat dit mijn potentieel is, een talent of een kracht van mij, kan ik zeggen dat ik er heel bewust voor heb gekozen om mijn leven zo in te richten dat mijn krachten en talenten die mij in de weg zaten, die ik eerst zag als valkuilen toen ik nog op kantoor werkte, dat nu juist mijn onderscheidend vermogen is en mijn kwaliteiten zijn. Voorheen veranderde ik iedere keer mijn werkomgeving omdat ik hoopte dat het geluk, of dat ik dan gelukkiger zou worden. Nu ik meer geleerd heb wie ik ben, waar ik goed in ben, wat mijn onderscheidend vermogen en talenten is, ben ik gaan ondernemen en zet ik precies de dingen in waar ik goed in ben en waar ik blij van word. Veel mensen die ook hooggevoelig zijn, die zullen dit herkennen. Dat ze op een werkplek zitten en eigenlijk in maand 1 al van binnen gevoeld hebben, dit is het niet. Omdat ons hoofd vaak overontwikkeld is, erkennen we niet gelijk onze intuïtie, ons onderbewuste, ons weten. Dus we gaan nu gewoon maar door, want dat hebben we aangeleerd. Ons hoofd is vrijwel altijd de hoofdrolspeler. Als je eerlijk tegen jezelf bent en echt jezelf afvraagt, zit je dan nu op een baan of in een baan op een kantoor waar je blij van wordt?
Hier hoef je niet over na te denken, want ik weet dat jij het van binnen weet. Bewuster leven en dienstbaar zijn aan je potentieel betekent dus eigenlijk luisteren naar jouw weten, naar je intuïtie, naar je onderbewuste. Hoe kom je bij dat onderbewuste? Door te wandelen, in de natuur te zijn, door te mediteren, door hobby's op te pakken. Hobby's zijn essentieel om dichter bij je eigen potentie te komen, omdat je daarmee uit je hoofd gaat en in je creatieve flow. Op het moment dat je in een creatieve flow zit, dan geef je jouw onderbewuste de ruimte waardoor dat meer op de voorgrond gaat treden. En wat wij willen is dat we dicht bij onze kern blijven, onszelf blij kunnen maken. Dat is dus het eerste wat je kan doen. Wanneer jouw onderbewuste op welke manier dan ook meer de ruimte heeft gekregen en jij erkent dat je in een werkomgeving zit of in een huis woont of wat het ook is waar je niet tevreden mee bent, schrijf het op of spreek het uit. Het is ontzettend belangrijk dat we onze gevoelens herkennen en erkennen. Wanneer we ons eigen gevoel niet serieus nemen, dan leven we van buiten naar binnen. Als je van buiten naar binnen leeft, verander je dus alles, behalve dat je goed voor jezelf zorgt en bij jezelf te raden gaat. Zelf merk ik dat ik steeds meer mezelf aan het worden ben en dichter bij mijn kern aan het komen ben. En op een gegeven moment voel je dat zo sterk dat mijn lichaam echt aangeeft in de vorm van warmte. Als iemand belt en vraagt, heb jij hier zin in of wil je dit doen? Dan voel ik gelijk in mijn lichaam ja of nee. Nou, de afgelopen 30 jaar kan ik me niet herinneren dat ik eerder dit soort signalen heb gehad die ik kon aanvoelen. En waar ik ook echt iets mee kon en waar ik mensen mee help, is dus echt om bewuster te leven en ook dienstbaar te zijn aan jouw potentieel. Als voorbeeld zat ik vorige week op de bank na een niks doen dag. Niks doen dagen zijn voor mij doen waar je zin in hebt, uit je hoofd. Dus geen gedachte is waarheid. En gewoon geen mensen om je heen, geen prikkels, echt niks doen. En die heb ik echt nodig om mijn onderbewuste op de voorgrond te laten blijven. Toen zat ik op de bank en toen dacht ik, wat is nou eigenlijk mijn why, mijn how en mijn wat? En een jaar geleden kon ik hierin nog niet zo specifiek zijn. Maar ik denk dat ik hem aardig scherp heb. En ik graag nu voor de verandering van mijn wat naar mijn how. En mijn wat is dat ik een dreamcatcher ben. Ik help je om je dromen te vangen. Ofwel door de inzet van mijn helderwetendheid. Ofwel door jouw onderbewuste bewust te maken. Mijn hoe is dat ik een visualisatie-expert ben. Ik ben een beelddenker. Dus erg visueel ingesteld. Een visionair wordt dat ook wel genoemd. Mijn hoe is dus een visualisatie-expert. Want in alles wat ik doe maak ik gebruik van visualisatie-methoden en technieken. En de law of attraction. Wat ik een rot woord vind. Dus ik noem het maar eventjes de wet van visualisatie. En dan misschien wel het allermooiste is waarom ik dat doe. Dat is omdat ik bewuster leven op nummer 1 zet en dienstbaar wil zijn aan mijn potentieel. Dit wil ik graag uitdragen naar anderen, zodat ook jij een changemaker wordt die het verschil kan maken. Ik geloof namelijk dat als wij leven in een wereld waarin iedereen voor zichzelf kiest, lees van binnen naar buiten leeft en echt gaat doen wat je passie is, dienstbaar bent aan je potentieel, dat jij een changemaker bent
En hoe meer changemakers we hebben, hoe mooier we de wereld kunnen maken. Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze podcast. Mocht je meer informatie of inspiratie willen, dan nodig ik je van harte uit om een keer langs te komen bij de kracht van visualisatie op de Bewustzijnsschool of op een van mijn andere workshops en masterclasses. Voor een dagelijkse dosis en wat meer kennismaking kun je mij volgen op Instagram, Daphne Peetgraat.